Fahid Minas is nu nog wethouder in Schiedam, maar gaat mogelijk de stap maken naar de landelijke politiek in Den Haag. Want hij staat op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamer. Meneer Minas, wanneer heeft u voor uzelf het besluit genomen om zich kandidaat te stellen voor de VVD in de Tweede Kamer? In het voorjaar heb ik een aantal gesprekken gevoerd met het landelijke partijbestuur van de VVD, met de zogenaamde scoutingscommissie. En die gesprekken die hebben ertoe geleid dat ik me uiteindelijk heb gekandideerd. Dat was uiteindelijk rond de zomer van dit jaar. En uiteindelijk was dat de doorslag om mij aan te melden voor de Tweede Kamerverkiezingen als kandidaat. De VVD heeft nu de advieskandidatenlijst bekendgemaakt, waarin u op plek 26 staat. Begin januari volgt de definitieve lijst, want de leden die gaan daar nog over spreken. Verwacht u nog te stijgen of te zakken in die hitparade? Nou, bij de VVD hebben we een hele mooie traditie. De conceptkandidatenlijst die is gepresenteerd door, althans is voorgesteld door de scoutingscommissie, of door het bestuur althans. Hè, want de scoutingscommissie die stelt die lijst op en die wordt door het bestuur voorgesteld aan de leden. Die is in het verleden nog nooit aangepast door de leden. En die is eigenlijk altijd ongewijzigd vastgesteld. Dus ik heb er vertrouwen in dat die lijst ook ongewijzigd wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Op social media zijn veel reacties natuurlijk gekomen van de collega's uit het college en de gemeenteraad. En ze zeggen daarin over het algemeen dat ze u een plek in Den Haag gunnen, maar dat ze u wel gaan missen in Schiedam. Wat is uw reactie daarop? Ja, ik vind dat natuurlijk erg eervol, maar ook dankbaar. Zeker vanuit Schiedamse. Ik ga Schiedam ook ontzettend missen, want ik doe mijn werk als wethouder met veel plezier. Ik vind de baan die ik als wethouder heb ook superleuk. Ik ben ook dankbaar dat ik de kans heb gehad en de kans die ik nu zeker heb en krijg elke dag nog om deze fantastische baan uit te voeren. Het is natuurlijk supermooi dat iedereen met wie ik dat doe, de collega's, de raadsleden, met Schiedammers, dat die dat ook zo ervaren. Er is ook natuurlijk een andere kant, want het ziet er naar uit dat u dan nog in een nog lopende ambtstermijn de lokale politiek in Schiedam gaat verlaten voor de landelijke politiek in Den Haag. En dan zeggen mensen van ja, u gaat midden in een raadsperiode, gaat u weg. Kunt u zich die kritiek ook voorstellen? Ja, kan ik me zeker voorstellen. Het is zo dat je als wethouder wordt je geïnstalleerd inderdaad voor 4 jaar. Op het moment dat we in maart zover zijn dat de landelijke verkiezingen zijn, dan ben ik, als alles goed gaat, ongeveer 3 jaar wethouder. Dan hebben we als goed is ook al 3 jaar heel veel werk verzet. En het 4e jaar als wethouder ben je als goed is aan het oogsten wat je de eerste 3 jaar in gang hebt gezet. Ik gun dat oogsten gun ik best wel ook aan een ander. Waar het vooral mij om gaat is dat ik de kans heb gekregen om het werk als vertegenwoordiger van de VVD, maar ook als iedereen in Schiedam, hè, want het mooie is, ik mag Schiedam gaan vertegenwoordigen in de landelijke politiek. En die kans die krijg je natuurlijk niet zomaar. En die kans die krijg je 1 keer in de 4 jaar, maar misschien ook maar 1 keer in je leven. En het mooie is dat ik die kans nu heb aangeboden gekregen. En op een verkiesbare plek, hoe mooi is dat ik die kans nu heb gekregen en dat ik daar gebruik van kan maken. En ja, als je dat hebt besproken met een aantal mensen, ook in mijn directe omgeving, hè, niet alleen hier lokaal, maar ook in mijn privé situatie, daar heb ik goed over nagedacht en ik heb gedacht, nou, laat ik daar nu gebruik van maken. En ja, dat was mijn afweging. En zeker als ik kijk naar de context waarin ik opereer als politicus in Schiedam, maar ook als wethouder, dan heb ik er vertrouwen in dat we een fantastische opgave hebben in Schiedam. Maar ik heb er vertrouwen in dat er ook goede politici zijn, maar ook goede collegeleden en ook een mogelijke opvolger straks die mijn werk kan continueren. De laatste vraag tot slot. Waarom nu in deze moeilijke tijd de stap naar de landelijke politiek? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Het is een moeilijke tijd en ik hou van uitdagingen. En een van de uitdagingen waar we als land voor staan is de coronacrisis. Maar we hebben ook een hoop andere uitdagingen als land. En ik ben wethouder in Schiedam van onder andere bouwen en wonen. We hebben bedrijventerreinen in mijn portefeuille, de maritieme ontwikkeling in Schiedam. En we hebben een ingewikkelde uitdaging straks als het gaat om voldoende woningen bouwen. De economische uitdagingen zijn complex. Als je kijkt naar de horeca die het moeilijk heeft in het kader van de coronacrisis. Het lijkt me ontzettend gaaf om die ook op landelijk niveau aan te pakken. En ik heb er ontzettend veel zin in om dat vanuit Den Haag te doen.